Hoi, ik ben Bastiaan van Stad Haarlem en vandaag zijn we naar het Belastingparadijs gekomen om Free Vintage te filmen. Ben je op het idee gekomen? Ik ben samen op het idee gekomen met Annette Heidman. We stonden buiten eigenlijk een sigaretje te roken. En toen is het idee eigenlijk zo aankomen bij en hoe we het wilden hebben. En de naam was eigenlijk ook al meteen bekend. En daar zijn we verder op gaan breien. En dit is eruit gekomen. Wat vind je van de opkomst? Ik ben er nu al heel blij mee. Het is al best wel druk en iedereen is chill aan het ruilen. Dus... Ja, het is inderdaad nog vroeg. Maar van de opkomst van de mensen vind ik wel dat er al best wel veel mensen zijn. Het is al best wel druk. En er is ook veel ingeleverd. Dus tijd om te ruilen nog. Dus tot 4 uur. Hoe ben je terechtgekomen bij Free Vintage? Ja, ik zie een vriendin of zo, want die zit bij B-Fashion. Via B-Fashion? Gegoogeld. Via een website. Van de stad. Tu? Stond in de krant. Stond in de krant? Ja. Ja, wat vind je ervan? Ja, ik vind het echt super leuk. Heb je zelf ook wat ingeleverd? Of, ja, ik heb ook 10 dingen ingeleverd. Dus, Ja, zelf heb ik natuurlijk ook dingen ingeleverd, dat is wel zo eerlijk. Ik heb 8 stuks meegenomen. Maar het is wel alleen voor jongeren stond erbij, maar nou, we kijken toch. Binnen. Hartstikke jong, ja.